Een hele goede dag, assalamu alaikum. Super leuk dat jullie kijken. Ik had een vraag gesteld op mijn Insta. Dat was, wat zou je willen weten van het gevangenisleven? En ik heb echt ongelooflijk veel leuke berichten gekregen. Ook wat minder leuke berichten, maar dat hou je natuurlijk. Ik ga proberen om die vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Ik hoop niet dat ik sommige ga herhalen. Maar het zijn er echt, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Het zijn er echt gewoon superveel. En dit is echt per dingetje zijn het 6 vragen of zo. Dus ik kan ze niet echt allemaal beantwoorden, maar ik ga er gewoon een paar doen. Nou, laten we maar beginnen. Is die broodje kaas lekker daar? Nee, maar een broodje kaas die krijg je meestal op het politiebureau. Nou, eigenlijk altijd. Of als je zeg maar naar de rechtbank gaat. Dus dat zijn die kleine kutruimtes. Dat is echt trouwens verschrikkelijk. Gewoon echt een klein hokje. Gele licht. Je hoort de hele dag die ventilator, dit luchtsysteem. Oh, ik vind het zo verschrikkelijk. En dan dat smerige thee. En dan die net zeg maar niet bevroren broodje. Met dat stukje kaas wat geen eens proeft naar kaas. Het is alsof je plastic eet. En ik weet heus wel dat ik niet moet klagen over eten. En dat ze in Afrika echt veel minder hebben en zo. Maar het is echt ranzig, man. Wordt in Nederland gevangenis ook koenseks gegeven? Ja, dat is van iemand die heeft een naam verwijderd. Delen nog iets of zo. Vind ik een hele rare vraag. Ik weet heus wel dat er in de gevangenis mensen met z'n tweeën op cel zitten. Die dan toevallig allebei de geaardheid hebben om op mannen te vallen. Dus voor dat soort mensen is het dolle pret daar. Maar voor mensen zoals ik die gewoon echt houden van vagina. heb je helemaal niks aan mannelijke kont, zeg maar. Nou, hoe was het eten in de gevangenis? Van vaartje.y. Het eten was echt... Ja, ik wil niet zo klagerig overkomen, maar het eten was fucked up. Gewoon echt fucked up. Je krijgt een black box, dat noemen ze ook in de gevangenis black box. Voor degenen die hebben vastgezeten. Of mensen kennen die vast hebben gezeten. Het is een ja, bij binnenkomst moet je een keuze maken. Aardappelen of rijst. Nou, dan maak je een keuze. Hallo. Maar dat noemen ze niet hallo. In de gevangenis hebben ze daar een hele rare naam voor. Echt, ik stond echt diegene aan te kijken met open mond van, waar de fuck heb je het over? Die zei, eet je Mohammedaans. Mohammedaans? Ik zeg, wat is dat? Ja, dat is als je zeg maar moslim bent. Ik zeg, als je moslim bent, eet je gewoon halal. Ik weet niet wat jullie proberen te doen. Maar ik zoek ook, ja, het is niet dat ik achter heel veel dingen zoek. Maar ik vond het een heel frappant iets. Noem het gewoon hallo, zoals de hele wereld het noemt. Waarom moet je het Mohammedaans noemen? Dus ze proberen zeg maar van Mohammed een soort geloof te maken of zo. Mohammed was de laatste boodschapper. Die kwam met het geloof islam. En daarbij hoort een bepaalde manier van eten. En dat noemen ze halal. Simpel. Nou, dan heb je ook nog kosher. Dat is trouwens heel grappig. Echt heel grappig. De joden hebben overal macht, maar ook in de gevangenis. Je kan namelijk kosher eten. Zeg maar invullen. Maar dan moet je ook echt aantonen dat je joods bent. Dus aantonen dat een van je ouders geloof ik joods is. En waarom willen heel veel mensen kosher? Het eten in de gevangenis voor de mensen die joods zijn, is niet normaal lekker. Gewoon echt andere voedsel. Gewoon super goede kwaliteit. Hoe krom is dat? Hollanders hebben zelfs macht in de gevangenis die daar ontstaan. Maar daarnaast kun je natuurlijk wel koken. Dus je kunt dingen bestellen. Broccoli, kip, spaghetti. Ik had het geluk dat ik na een paar, 3, 4, 5 dagen iemand daar beneden had. Die had al 14 jaar gezeten. Was net een dag vrij. Gelijk weer zitten. Dus die kwam bij mij op de afdeling. Geweldig, die gast die kon koken, jongen. Dat was niet normaal, dat was een anti. Hollere. Zo. Nou, dan moet je gewoon alleen eten bestellen. En dan kun je het gewoon laten koken. Zo heb ik dat ook gedaan. Is het lekker zeep te laten vallen in de douche met alle gedetineerden? Nou, ja, je kunt wel, zeg maar, fantaseren dat je daar met allemaal gedetineerden aan het douchen bent. Maar het is gewoon echt je eigen douche. Voor de mensen die zich afvragen, oké, hoe ziet het eruit? Je komt je celletje binnen. En dan heb je aan je linkerkant, dan kun je inklokken. Het is echt heel vet, het is net als een hotel. Dan heb je echt een pasje met je naam erop en je foto. En ik stond er echt heel blij op. Vond ik wel leuk, moest ik altijd een beetje om lachen. Ik kan nooit normale ik kan gewoon geen normale foto's nemen. Dus die zet je in een soort schuifdingetje. En dan heb je een telefoon op cel. Dus die heb ik 24 uur per dag. Ik kan gewoon 24 uur per dag, kan ik gewoon bellen. Hoe vet is dat? Nou, op het moment dat je hem erin schuift, dan wordt niet alleen je telefoon geactiveerd, maar ook het licht, gewoon eigenlijk alles in je cel. Je televisie, het is gewoon echt... Luxe. Dan heb je ook je eigen douche en je eigen wc. Nou, dan heb je je eigen voordeurtje, om het maar zo te zeggen. Dus er is niemand die naar binnen komt. Niemand die naar binnen zal komen zonder jouw toestemming. Dus je kan gewoon lekker op je gemak douchen. Alleen zoals ik al zei. Kut douches, jongen.
ook zo irritant. Die gaan om de 12 seconden gaan ze uit. Dus je moet om de 12 seconden moet je met je vinger erop drukken. Anders krijg je het heel snel koud. En dat is fucking vervelend. Plus die douche is echt heel slap. Maar uiteindelijk dan ga je een beetje dingen leren ook van gedetineerden. Zo had ik een soort yoghurtbakje. Die had ik open gesneden. Die had ik zeg maar om dat ding gedaan. Om die kopje van de douche. En toen kwam het er wel stralend zeg maar uit. Vervelende van als je je zeepje laat vallen. Is niet dat je van achter wordt gegrepen. Want je bent alleen. Maar dat is dat je moet bukken. En als je moet... slaap misschien. En als je moet bukken en je probeert je zeepje te pakken, dan moet het wel binnen een bepaald aantal seconden. Want je moet niet vergeten dat als je daar bezig bent beneden, die douche stopt dan, ja, je krijgt het gelijk koud. En dat is fucked up. Dus je zit te stressen. Snel, snel, kom zeepje, 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 zeepje. Shit, even omhoog. Even de douche nog aandoen. En dan weer verder met het zeepje pakken. Ik kwam er later achter dat je ook dingetje waar je een zeepje in kunt doen. Een washandje. En ja, dat werkt een stuk makkelijker. Oh ja, en ik had nog zeg maar, als je dus binnenkomt, heb je twee stapelbedden. Meestal slaap je met z'n tweeën. De eerste week heb ik met iemand geslapen en de tweede week ook. Dat ging niet helemaal lekker. Daar vertel ik zo meteen wat meer over. En daarna kreeg ik gewoon mijn eigen celletje. En dat is echt, echt top. Ideaal. Ik hou gewoon sowieso van alleen zijn. Ik wil niet iemand, zeg maar, ik irriteer me alleen al aan het feit dat iemand ademt. Dus je zit met iemand op cel. En diegene ademt. Weet je hoe fucking irritant dat is? En ik denk bij mezelf, Younes, hou je in. Want je zit hier voor, nou ja, jullie weten het, voor zeden. Waarvan ik niet wist dat ze fucking 15 was, maar prima. Ik wil natuurlijk niet een straf gaan krijgen voor moord. Maar soms kwamen die gedachten wel omhoog. En je hebt gewoon een mes op cel. Niet scherp, maar je kan hem wel scherp maken trouwens. Je hebt een vork, daar kun je een hoop mee. En dan hoor je iemand ademen. En wanneer ik echt gewoon die massa kreeg, is toen diegene ook zei, ik ga even naar de wc. What the fuck? What the fuck moet je mij vertellen dat je naar de wc gaat? Ik vind het al fucking vervelend dat we een wc moeten delen. Maar dat je ook nog aan mij vertelt, ik ga naar de wc om te scheiden of wat dan ook. Ja, ik kreeg daar echt kortsluitingen van. En bij die eerste ging het al vader zo'n Hollander. En die was wel leuk, samen die hoor. Ik kon s'nachts zeg maar niet goed slapen. En uiteindelijk was ik dan, sliep ik wanneer? Rond een uurtje of vier, s'nachts, prima. En ik was in slaap gevallen, opeens hoor ik... is dat joh? Dus ik kijk zo naar beneden en ik zie die die man rare dingen doen. Ik zeg, wat de fuck ben je aan het doen? Ik zoek de afstandsbediening. Ja, die was gewoon zich aan het rukken. Ik bedoel, televisie stond uit. Mooi, dat was toen wel een beetje fout gegaan. Maar ja, dat moet je niet doen, want ja, ik weet niet, ik voelde me toen, ja, ik zeg het je eerlijk, ik voelde me een soort seksueel misbruikt. En niemand in de gevangenis begreep het. Die vonden het een beetje overdreven. Sommigen vroegen ook, sliep je boven of beneden? Want als ik dan beneden sliep, dan begrepen ze het wel. Want dan kan het zeg maar op je komen of zo. En als je boven slaapt, was het zeg maar normaal. Nee, ik vond het niet normaal. Dat heb ik me ook heel duidelijk uit... Dat heb ik me heel duidelijk gemaakt dat ik het niet normaal vond. Daarom moest ik ook gelijk verhuizen. Hoe zag je dag eruit? Ja, kijk, je hebt een verschil. Het is natuurlijk een huis van bewaring, een gevangenis. Maar je hebt dus drie afdelingen. Noord, ik zat in Zaanstad, kwam ook nog op tv bij RTL Boulevard. Telefoontjes, alcohol, drugs, kinderen, maakt niet uit. Maar je hebt dus West, Noord, Oost. Dat waren de HVB afdelingen, om het maar zo te zeggen. En dan had je één afdeling, dat was Zuid, dat was de gevangenisafdeling. Celletjes zijn precies hetzelfde, alleen als je op de gevangenis zit, dan ben je al afgestraft. En waar ik zat, daar ben je nog niet afgestraft. Dus jouw onderzoek loopt nog, de inhoudelijke zitting is nog niet gekomen. En sommige mensen, en dit is echt gewoon bizar in Nederland, zitten daar gewoon anderhalf jaar zonder dat ze weten wat ze nog überhaupt voor straf gaan krijgen. Dus iedere dag zit je maar te malen en te malen en te malen. En dat is echt mensonwaardig, om heel eerlijk te zijn. Mijn dag zag er als volgt uit. Je werd 's ochtends wakker, dan ging je luchten een uurtje. En na een half uurtje kon je alweer naar binnen. Dus dan zeiden ze, halflucht! Nou ja, prima. Dan kon je naar binnen of buiten blijven. Of een hele lucht. Daarna had je één keer per week had je fitness. Eén keer per week had je sport. Dus kon je lekker een beetje voetballen of basketballen. En je had ook één keer in de week een uurtje bibliotheek. Je had 4 uur per dag werk. Dus daar kon je voor aanmelden. Dat was wel lekker. Dan kwam je ook in contact met andere gevangenen van andere afdelingen. Dus dat had je eigenlijk. Niet heel veel, je had heel weinig. En je had alleen op zaterdag en zondag had je recreatie. Dus dan kon je met z'n allen gezellig in de keuken koken. Dus het was wel echt een hele leuke, gezellige, leerzame tijd. Hoeveel kost een gram assi? Dat is een leuke vraag van Govi. 2,5 keer duurder dan wat je zeg maar,
in de vrije wereld betaald. En dat is op zich best wel ziek, want hash, wiet, het doet niemand kwaad. En die gasten worden er alleen maar rustig van. En wat je nu hebt in de gevangenis, is dat echt een handel binnen is. Dus er worden ook mensen onderdrukt om hash of andere verboden stoffen binnen te smokkelen. En ik had toen voorgesteld aan een directielid toen ik een gesprek daar had, om gewoon naar een coffeeshop te hebben en dat mensen met goed gedrag gewoon één keer per week een bestelling konden afnemen. Er scheelt heel veel criminaliteit en ellende in de gevangenissen. Maar dat vonden ze een beetje een raar idee. Prima. Natuurlijk had ik aangeboden om zelf die coffeeshop, zeg maar, te runnen. Heb je vrienden gemaakt? En wat voor vrienden? Echt. Als je daar vast zit, dan is dat een best wel zware, gevoelige, intense tijd. Dus de mensen die je daar leert kennen, daar voer je bepaalde gesprekken mee. Andersom, mensen voeren ook gesprekken met jou. Dus de band die je opbouwt met mensen, die is echt heel erg intiem. En dan voor die flikkers die nu kijken, denken, hahaha, niet op die manier intiem. Maar gewoon echt psychologisch. Dus je houdt er echt inderdaad vrienden aan over. Maar ik vond het echt interessant om vooral de verhalen van iedereen te horen. Hoe heeft het zover kunnen komen dat je hier bent? En het is best wel ziek hoeveel mensen eigenlijk pech hebben in hun leven. Maar ook oneerlijk zijn behandeld. Waardoor ze uiteindelijk, ja, met eigen wil of zonder eigen wil op het verkeerde pad terecht zijn gekomen. En dan komen ze aan in de gevangenis. En ik had altijd het idee, dan worden mensen weer klaargestoomd voor de maatschappij. Onzin. Mensen zitten anderhalf jaar te wachten voordat ze überhaupt een afstraffing krijgen. En ja, in die tijd zit je iedere dag maar te stressen. Iedere dag ben je gewoon onzeker over je toekomst. Er wordt ook helemaal bijna niets georganiseerd om die mensen klaar te stomen voor de maatschappij. Dus als ze eenmaal vrij zijn, gaan ze gelijk weer het verkeerde pad op. En de gevangenis is ook zo'n plek, een broedplek voor de criminelen. Want het is gewoon een leerschool voor de criminelen. Ik had echt in de gevangenis, dat zei ik echt letterlijk, als ik wist dat het er zo uitzag, dan had ik mij op mijn 20ste expres laten oppakken. Ik zou vastzitten en ik zou tijdens het vastzitten allemaal contacten opbouwen. Dan had ik veel sneller en veel meer geld verdiend dan hoe ik het vroeger heb gedaan. Want het is echt contacten, contacten, contacten. En als mensen het gunnen, kun je gewoon, als je vrij bent, kun je gewoon een hoop geld verdienen. Zijn er veel mokro's daar? Dat is ook een gedachte die heel veel mensen hebben, maar ik ga jullie één ding vertellen. Je hebt nu echt niet normaal veel Bulgaren en Roemenen. Ik denk dat 60-70% van de gevangenis alleen maar uit Oostbloklanden bestaat. Maar er kwamen ook best wel veel Marokkanen, ook veel Turken. Godzijdank. Ik heb echt ongelooflijk vette, leuke, goede tijd met al die Marokkanen gehad. Maar ook met Surinamers, Antillianen. We hadden wel een keertje, was met zo'n Marokkaan uit Amsterdam. En zo'n Surinaamse jonge gast, 19 jaar, ook uit Amsterdam. Hadden wel bijna oorlog bij de Wasseretten. Dat was waar ik werkte. Maar daar was het wel bijna uit de hand gelopen met die Roemenen. Toen werd het wel even een beetje eng. Want ze zijn echt met veel. Ze zijn onbetrouwbaar. Ze kunnen echt van achteren komen. Dus met steken of wat dan ook. Uiteindelijk blijken sommigen wel echt heel tof te zijn. Maar heel veel Oostbloklanden, man. Niet normaal. En even zonder grappen. Sommige gasten zitten gewoon vast. Ik heb hun dossiers gelezen. Voor het stelen van fietsen zitten ze gewoon half jaar vast. En dan staat er in het dossier, ja, criminele organisatie, fietsenbende, bla bla. Gewoon dat soort onzin, weet je wel. Gewoon een half jaar. En de gevangenissen van nu, dat zijn zeg maar nu fabrieken. Dat worden in de toekomst, want er komen meer van dit soort megagevangenissen. Heel veel kleine gevangenissen zijn nu gesloten. Zaanstad is een van de megagevangenissen in Nederland. Dat is gebouwd door BAM. Je weet, een van de meest criminele bouworganisaties, bouwbedrijven in Nederland. Ooit ontzettend veel fraude gepleegd. Nou, daar werkt de Nederlandse staat me al te graag mee. Nou, die hebben dat gebouw, die gevangenis gebouwd. En die verhuurden dat voor een termijn van 25 jaar aan de Nederlandse staat voor een gigantisch bedrag. Voor elke onderzoeker die hier onderzoek wil doen. Ik zweer het, ze hebben daarvan die klokken gewoon in de gevangenis. Dat is mij zelf verteld, is mij zelfs laten zien. Eén klok was volgens mij batterij moest verwisseld worden of wat dan ook. Maar dat doet BAM. Dus BAM geeft de garantie voor die klok. Voor de aankomende 25 jaar dat je niks hoeft te doen. Het is een klok van action. Batterij wordt alleen maar verwisseld. Weet je wat ze betalen? €1500. Dat is onze belastinggeld. Ja, en het is echt ziek voor wat mensen vastzitten. Dan heb je iemand die zat vast. Misschien ook wel leuk om te vertellen. Omdat hij zijn vrouw sloeg. Zijn vrouw sloeg hem. Hij sloeg haar. Zij had aangifte gedaan. Na een bepaalde tijd had ze er spijt van. Wilde ze aangifte intrekken. Zei het OM. Toen zei het OM. Nee. Hij moet vervolgd worden. En met zo iemand zit je dan in de gevangenis en dan praat je daarmee. En die zat al echt 3 maanden. Het is gewoon echt te ziek voor woorden. En ik hoor jullie nu al denken, ja, je moet je vrouw gewoon niet slaan. Klopt, vrouwen moeten ook hun man niet slaan.
Hè? In Nederland zijn er gelijke rechten, gelijke plichten, toch? Dus in beide gevallen fout. Maar dan heb je dus een minister, een ex-minister van het CDA. Hoe heet hij ook alweer? Die motherfucker. Oh ja, Kamerling. Oh ja, Eurlings. Die sloeg zijn vriendin, dus nog ineens zijn vrouw, totaal los. Gewoon totaal los geramd. Begrijp je? En dat meisje heeft toen aangifte gedaan. De politie deed heel moeilijk met de aangifte opnemen. Na heel veel druk heeft de politie uiteindelijk aangifte opgenomen. En uiteindelijk hebben ze het zo geregeld dat het meisje weer haar aangifte had ingetrokken. Ik zweer je, Eurlings, gelijk, geen rechtszaak, helemaal niks. In dit land, ik zweer het, dat is echt zo. In dit land, de grote jongens, of de slaven van de grote jongens, hoeven niet vast te zitten. Maakt niet uit wat ze doen. Dit land pakt alleen maar, zeg maar, de grote gedeelte aan. De 95% zeg ik altijd. De hardwerkende Nederlanders of de Nederlanders met pech. Maar de kleine elite, heer, die zitten geen dag vast. Hoe vaak ben je gekanteld? Nou, één ding, in de gevangenis. Als mensen alleen al hun vinger uitstaken. Ik zweet je, er waren Marokkanen, vooral van die Zuidafdeling, top 600, wat kan ik doen, Marokkanen. Maar gewoon veel, veel mensen stonden daar echt achter me. Maar ik werd daar echt... Ik ben daar heel goed behandeld, man. Ik ben daar echt, echt, echt goed behandeld. En dat is op zich ook wel logisch. Je bent niet een voorbeeld, maar je hebt vaak dingen bespreekbaar gemaakt in de media die heel veel mensen niet bespreekbaar durven te maken. En ik had daarnaast ook, kwam ik iemand tegen, misschien was een jongeman. Ik had ooit een inzameling gedaan voor zijn tante in Marokko. Ja, zo iemand vertelt je dat dan, traan in de ogen, weet je wel. En ik was dat al helemaal vergeten. Ik heb wel meer inzameling gedaan. Maar dat geeft dan wel weer zo'n fijn gevoel. En toen wist ik wel van, als ik vrij ben, ik zweer, ik ga gewoon verder, man. Ik ga gewoon verder. Af en toe vuren, af en toe een inzameling, af en toe dit, je weet toch? Maar ik heb daar echt een leuke tijd gehad, alhamdulillah. Hoe komen sommigen aan telefoons en drugs? Zegt Sunny010. Tenminste, de drugs vroeg hij niet, maar ik zag een andere vraag die daarover ging. Alle telefoontjes komen binnen via de medewerkers van de gevangenis. Zo simpel is dat. De directrice, een Surinaamse directrice van de gevangenis van Zaanstad, werd in die periode dat ik daar zat, werd ze ook ontslagen. Zij haalde ook gewoon allerlei producten en diensten naar binnen, om het maar zo te zeggen. En dat verdelen ze dan onderling. Het is een soort familie. Dus ze werken gewoon samen. Ik persoonlijk, ik zat daar. Ik ga niet vertellen wat ik had kunnen doen, maar laat ik het zo zeggen. Er waren mensen naar me toegekomen die zeiden ook van, als je iets nodig hebt, een telefoon of hash of wat dan ook, wij kunnen alles voor je regelen. Dan heb ik het echt over gevangenismedewerkers. En de reden waarom ze naar me toe kwamen, was omdat ze mij ook echt kennen. Dus ze volgen mij, ze weten, ik ben sowieso geen snitch. Want het liefst wil iedereen daar zaken doen, die daar werken. Want die gasten die krijgen gewoon heel weinig betaald, 1700 euro. Ze komen nauwelijks uit hun kosten, natuurlijk moeten ze een beetje bijverdienen. En het risico voor die gevangenismedewerkers is dat ze verraden kunnen worden. Want je hebt er gewoon vieze flikjes tussen zitten. Maar zodra ze weten van, hey, die jongen dat is sowieso geen snitch. Geloof me, dan komen ze naar je toe en dan bieden ze je van alles en nog wat aan. En heel veel mensen deden moeilijk over de telefoon. Het slaat helemaal nergens op. Iedereen heeft een eigen telefoon in de cel. Natuurlijk worden die dingen afgeluisterd. Maar ik kan ook naar iemand anders telefooncel gaan en vanuit zijn cel bellen of laten bellen. Dus dat is gewoon allemaal bullshit. Ik vind het ook raar dat je geen telefoon met internet mag hebben op het moment dat jouw onderzoek al afgerond is. Want je vrijheid wordt, zeg maar, afgenomen. Maar moet het dan ook je vrijheid zijn om contact te hebben met anderen via internet of via telefoon? Nou, via telefoon, het is nu afgeschaft. Je kan nu gewoon 24 uur per dag bellen vanuit je cel, zoals ik al zei. Maar dat internet, dat laat nog even, denk ik, op zich wachten. Hoeveel geld had je per week nodig? Als je vastzit, gaat het vooral om je kosten buiten. Dus je huis moet doorbetaald worden, je vaste kosten moet betaald worden, je auto moet betaald worden. Er zijn heel veel dingen die gewoon doorbetaald moeten worden. En daarbinnen heb je eigenlijk niet heel veel nodig. Als je het voedsel sowieso eet, heb je echt bijna niks nodig. Maar als je gewoon lekker wil eten, koken en dat soort dingen, heb je aan, ik denk, 50 euro meer dan genoeg. Welke tijden, hoe laat tot hoe laat, zit je echt in je cel zonder pauze of andere activiteiten? Ja, ik had het net al een beetje aangegeven, maar je moet het zo zien. In principe kun je vanaf 's ochtends tot 5 uur, als je op de gevangenisafdeling zit, sowieso buiten zijn, kun je alles doen wat je wil. Bij mijn afdeling, dus HVB, is het zo dat je even kan luchten. En dan is er misschien weer een bibliotheek op maandag. En op dinsdag is er sport. En dan heb je weer luchten. En dan heb je 4 uur werk. Maar je bent altijd, voor 5 uur, moet je sowieso je cel ingaan tot de volgende ochtend. Alleen ik kwam er op een gegeven moment achter, want ik snap dat de staat bezuinigt en ze proberen de gevangenen zoveel mogelijk in hun cel te hebben. Maar ja, ik zag zo'n briefje, dat kon je invullen, RIC.
Nou, die helpen je met reïntegratie bullshit. Imam aangevinkt, pastoor aangevinkt, baptist aangevinkt, rabbijn aangevinkt, die trouwens nooit gesprek met mij aan is aangegaan, rooms-katholiek aangevinkt, orthodoxe pastoor aangevinkt, tandarts aangevinkt. Ik had zijn moer alles aangevinkt. Dus ik werd elke keer opgehaald bij mijn celletje. Prak, ja, tandarts, ja, je baptist, ja, je moet daarheen. Dus dan blijf je ook een beetje actief. Het is ook een zelfstandige gevangenis. Het houdt in dat je gewoon lekker vrij door die hele gevangenis kan lopen. En als je het een beetje slim aanpakt, ben je de hele dag buiten jezelf. Op een gegeven moment stond ik altijd op de lijst bij de imam. Prima. Dan zat ik lekker rond te lopen daar. En als ze dan vroegen, waar ga je heen, meneer Al-Ali? Ik zeg, ja, naar de imam. Ja, je gaat de verkeerde kant op. Oeps, foutje. En dan zeiden ze, momentje, even wachten, even nabellen. Soms gingen ze dan controleren. Maar dan bleek dat je dan op de lijst stond bij de imam. Dus je moet een beetje handig zijn met dat soort dingen. Mag je op internet? Nee. Alleen wat je wel mocht, is op telegraaf.nl en andere nieuwszenders. Dus dat kon dan weer wel. Dan had je gewoon van die pc's. Had je zeg maar hele beperkte internet. Sahin2140 die vraagt, is kappen gratis? Die is gratis. Die maakt een rondje. Dus de ene week is die op die afdeling, dan is die daar en dan is die weer daar. Maar je kan ook gewoon een betaalde kapper nemen. Dat kost een tientje. Dat is wat makkelijker, dan kan het gewoon op afspraak. Waarom zegt iedereen, don't drop your soap? Ja, dat is een beetje televisie. Dat mensen zijn schapen, kijken naar televisie, nemen het op een gegeven moment aan als waarheid, doen weinig onderzoek. Dat is ook een van de redenen waarom ik het eigenlijk helemaal niet moeilijk had in de gevangenis. Ik zeg jullie eerlijk, ik dacht ik ga het wel moeilijk krijgen. Je staat op de tweede pagina van Telegraaf. Hele artikel, seks met minderjarigen, bla bla bla. Maar toen kwam ik daar, geen enkel persoon geloofde het. Iedereen zei gelijk van, hé luister, gozer, we hebben allemaal wel een keertje een chick gehad die achteraf jonger bleek te zijn dan wat ze had gezegd. En over dat minderjarige, of tenminste dat... Dat ze verstandelijk gehandicapt was en een gedachte had van een tweejarige. Ja, dat ging er bij niemand in en het kon ook niemand geloven. Zelfs mijn mensen, mijn buren hieronder, mijn buurvrouw, die kon het ook niet geloven. En het was ook natuurlijk achteraf ook allemaal niet waar. Dat werd ook bewezen. Maar ja, mensen die willen altijd wel iets hebben om je zeg maar soort van neer te halen. Lekkere bedden? Ja, vooral als je alleen zit op cel. Dan heb je zeg maar zo'n matras. En dan doe je er nog een matras bij, heb je een extra dikke matras. Ja, dat slaapt wel echt veel beter, man. Waarom zijn de kosher maaltijden vele malen luxe dan de overige maaltijden? Zegt Chuck de Ripper 25. Had ik net al verteld. Dat is ongelooflijk, hè? Ja, de vieze zeeuwenis. Kregen jullie koekjes en koffie bij de imam? Nee, kupersoep. Nee, thee kreeg je ook met een smaakje. Maar dan heb je het echt over mensen die echt niks, zeg maar echt niks hebben qua geld of zo. Je weet het toch? Maar... Ik kreeg van heel veel gevangenen, kreeg al sowieso gratis. Plus ik heb natuurlijk buiten vrienden. Ik had het, laten we het erop houden dat ik het niet moeilijk had. Kan je ook eten bestellen? In Zaanstad niet, maar je hebt wel andere gevangenis. Volgens mij Lelystad. Waar je op vrijdag wel kon bestellen, man. En dan zaten we dan bij de wasseretten. En dan zaten we te praten. Kijk, wat ik echt buiten miste. Natuurlijk mijn kat. Ik miste echt mijn kat. Ik ging iedere dag mijn moeder opbellen. Vroeg ik eerst, hoe is het met de kat? Daarna, hoe is het met jullie? Dus ik miste echt mijn kat heel erg. Die zat wel bij mijn broertje. En ik hoorde ook van mensen van, het gaat heel goed met hem. Want hij snapte hem en zo. En ik miste koffie. Oh, ik miste koffie, jongen. Dus als mensen ook aan mij vroegen, wil je koffie in de gevangenis? Ik raakte daar geïrriteerd van. Het is gewoon real koffie. Dus dat is wat ik miste. En qua eten, ja, ik hou van uit eten gaan. En daar moet je het even gewoon doen met niks, met weinig. Maar als je eten kon bestellen, dan was het echt dikke, dikke feest, man. Het zijn kleine dingetjes die je echt gelukkig maken. Maar dan kom je ook achter als je vastzit, hè. Dan ga je pas de, klinkt cliché, maar als je het echt hebt meegemaakt, dan pas ga je de waarde hechten, of de waarde leren kennen van ergens naartoe rijden om een bakje koffie in jouw vrije tijd te doen. Oh, het is onbetaalbaar eigenlijk. Hoela, onbetaalbaar. Kan je goed trainen in de gevangenis? Jazeker. Vooral als je in de gevangenisafdeling zit, dan kun je in principe van 9 tot 5 trainen. Bij mij viel het mee. Alleen tijdens luchten kun je trainen en 2 keer per week. Maar ik train er sowieso niet. Fuck dat. Deze vraag was trouwens van Appie186. Hoeveel sanctiesrapporten heb je gehad? Ja, nul. Maar er wordt ook binnen, is er ook echt een vriendelijke sfeer, hè? Dus er is niet een vijandelijke sfeer tussen mensen of wat dan ook. Want iedereen heeft gewoon zijn eigen shit aan zijn hoofd. Iedereen wil zo goed mogelijk en zo rustig mogelijk gewoon zijn ding doen. Zodat hij weer zo snel mogelijk buiten is. Dus er wordt heel vaak een bepaalde beeld gecreëerd van dat het daar heel gevaarlijk is of wat dan ook. Dat is het absoluut niet. Op een flikkernaal op de bibliotheekafdeling. Zo'n vieze anti. Met haar
Ah, maar die is beide handen. Maar ik onthaal zijn gezicht met zijn baardje. Die ga ik nog wel een keertje van aanspreken met zijn beide handen bek. Oh, joh. Die heeft mijn bloed wel omhoog gehaald, jongen. Ik haat, weet je wat ik echt haat? Als mensen tegen je praten en je iets, zeg maar, van beschuldigen. Ja, heb je een boek? The fuck lul je? Waarom praat je tegen mij? Waarom vraag je mij of ik een boek heb? Ja, ik werk bij die bibliotheek. What the fuck kan mij schelen waar je werkt? Begrijp je? Dat is jouw ding. Niet tegen mij praten. Ik raak er helemaal geïrriteerd van. Oela, echt. Vooral wanneer ze een wit voetje bij die Hollanders willen halen. Ik kan er heel slecht tegen. Waar denk je aan? Nee. Denk je aan vele dingen als je tussen de vier muren zit, zegt HXL. Ja, dat is wat ik net zei. Je gaat nadenken over de kleine dingetjes in het leven, maar je leert jezelf echt wel kennen daar, hoor. Je staat echt vooral om 5 uur als die deur weer op slot gaat. Ik lees zijn verklaring. Ja, we doen aangifte tegen Owali, want hij heeft mijn dochter ontmaagd. Zijn met gangster, ga slapen alsjeblieft, zegt Zubit 3815. Ik geloof niet in die gangster dingen en al die onzin en schieten en... Weet je wat het is? Ik had een lezing gezien, die was wel prachtig, man. We hebben hier op aarde, hebben echt grote gangsters of veldheer, hoe je ze ook mag noemen. Napoleon, je hebt die Genghis Khan, hoe die ook heet, van de Mongoliërs. Die hadden superrijken, gewoon. Die veroverden... Hele fucking wereld. En wat is daarmee gebeurd? Dood. Rijk vergaan. En dan heb je snotneuzen die dan voor het eerst een 9mm of een Kalashnikov hebben en elkaar allemaal afschieten. En denken dat ze untouchable zijn. Niemand is untouchable. Begrijp, heel veel mensen zijn fan van de film Scarface. Maar ze snappen eigenlijk de boodschap van die film niet. De boodschap van die film is, hoe groot je ook bent, hoeveel scheid je ook hebt. Het leven heeft een einde. En die einde... Ja, die is echt geniaal. Het einde kan door een fucking nobody, door een junk, kan die gewoon zo plaatsvinden. Zo achter jouw rug, zo trak trak en dan is het afgelopen. Dus ja, ik geloof niet in gangster dingen. Mag je echt geen veterschoenen aan en is het eten echt slecht? Nee, dat is alleen op het politiebureau dat je veters in beslag worden genomen. Maar in de gevangenis, huis van bewaring mag je gewoon schoenen. Mag je gewoon eigenlijk alles. Petje mag ook, muts mag ook. Alleen als je door de gevangenis loopt moet die altijd af. Dus alleen in je cel en buiten tijdens het luchten. Kanker. Oh. Hoe lang zat je, zegt Nejaboy070. 2 maanden, maar het was voor mij wel de eerste keer. Ik heb nooit eerder echt vastgezeten. 1 keertje wel 6-7 dagen toen ook in Lelystad. Ja, en heel vaak politiebureau. Ik heb wel heel vaak overnacht op politiebureau. Ik denk een keertje of 25 of zo, 30. Maar nooit echt veroordeeld of een strafblad aan overgehouden. Ik kreeg gewoon lekker een spa-blauw, een wc-rol en dan moest je even 3 dagen even bikkelen en dan mocht je weer naar huis. Daarom, zwijgen is goud in de meeste gevallen. Wat was je grootste verbazing in de gevangenis? It's Soufit, vraagt dat. Grootste verbazing? Toch wel de armoede van de gevangenismedewerkers. En dat echt via hun bijna alle drugs binnenkomt en telefoontjes. Dat was wel iets waar ik een beetje van schrok, eerlijk gezegd. Had ik achteraf ook natuurlijk kunnen weten, maar ik stond er nooit bij stil, omdat ik er ook nooit echt zat. Maar dat was wel iets waar ik me echt over kon verbazen. En die kosher maaltijd, dat zit nog steeds dwars, joh. Daar stond ik echt van op te kijken, man. Vooral omdat het ook echt algemeen bekend is in de gevangenis. Dat kosher maaltijden gewoon echt 100 keer lekkerder zijn. Maar daarom zeg ik ook, jongen, Joden, die zorgen voor elkaar. Die steunen elkaar. Dus als in de gevangenis hebben ze het gewoon goed. Zit toen naar die vraag, welke gevangenis zat je? Zei ik volgens mij net ook, dat was Zaanstad, Westzaan. Hoe belangrijk is status, vraagt MLDN Bjarne. Alles, status is alles. Heb je geen status, stel je niks voor, loopt iedereen over je heen. En word je nog misschien zelfs onder druk gezet om bepaalde dingen te doen. Heb je wel status, iedereen draagt jou. Iedereen gaat voor jou door het vuur. Iedereen wil ook werken als ze vrijkomen. En ze weten van, hey, die gast daar, dat is een multimiljonair, doet handel, doet zaken. Ik ga me hier bewijzen. En niet alleen de gevangenis, niet alleen de gevangenen hebben respect daarvoor. Zelfs de gevangenismedewerkers stellen alles wat ze zeg maar kunnen doen, paraat voor dat soort gasten. Zelfs de directeur ligt hun kont. En ik ga natuurlijk geen namen noemen, maar die directrice is sowieso niet zomaar ontslagen. Maar ik kan jullie vertellen, die hield wel van likken bij de mensen die daar echt geld hadden.
En die gast die ook geld had, die zorgde ook voor dat ik gewoon een telefoontje kreeg, camera, wat ik maar nodig had. Ik wilde alleen niks. Ik zei tegen die gast, ik zit hier al voor bullshit. En als ik zo meteen met een telefoon gepakt word, gaan ze er weer op gooien dat ik onder druk heb gezet of wat dan ook. Contact, weet ik veel, dat ik gevangenismedewerkers heb gefilmd en dat ik ze daardoor in gevaar heb gebracht. Noem het maar op. Dus ik nam gewoon geen risico. Maar die gasten kunnen gewoon echt alles regelen. Arthur Gruul die zegt, kan je dingen kopen en hoeveel kost het dan? Ja, zoals ik al zei, alles is ongeveer 2,5 keer duurder. En een iPhone 4 bijvoorbeeld kostte in de gevangenis al €400. Hier op straat haal je hem voor €50, €60. Dus telefoons waren wel een stuk duurder. En drugs was ongeveer 2,5 keer duurder. Worden mensen daar gesloopt door de bewakers? Nou, nee. De enige die stoer deden, waren die Marseille mensen die dan op een gegeven moment in de laatste 2 weken dat ik daar zat, werd ik weer verhuisd van afdeling Oost naar West. Dus ik ging van Noord werd ik verhuisd naar Oost en van Oost naar West, ja. En dat zijn mensen die hebben ook soms zeg maar zo'n maskertje of zo'n bivak aan. Die doen wel heel erg stoer. Maar zelfs die letten heel goed op hun tellen. Want ja, laten we gewoon heel eerlijk zijn. Als zo iemand mij iets aandoet, ja, er is toch een dag dat ik vrijkom. Ja, dit is trouwens ook wel een hele grappige vraag van Salara Kent. Die vraagt, dacht je aan Selma? En waarom ik het heel grappig vind is, het gaat nu niet specifiek over Selma, maar ik keek natuurlijk heel veel tv. En dan zie je zeg maar allemaal mensen voorbij komen die ik wel een keertje heb behandeld. Weet je, gewoon in mijn blacklist of in een filmpje van mij. Zo zag ik die Ashwood voorbij komen. Ik zag dan die Selma voorbij komen met dat programma. Weet je wel, moslims zoals wij. Ik zag echt heel veel mensen voorbij komen. En toen dacht ik van, ja, ik ga gewoon heel eerlijk zijn. Ik dacht van, fuck. Dat zijn gewoon mensen die hebben het nu ook gewoon goed. Krijgen veel dingen gesponsord. Krijgen gewoon daar goed geld voor. Leven gewoon in vrijheid. En kijk waar ik zit. Weet je, gewoon in zo'n kutruimte. En ik geloof ook echt dat ik tot het goede oproep, los van mijn manier van doen en laten, want die is gewoon slecht. Maar ja, en toen dacht ik bij mezelf natuurlijk, man, het zijn altijd de mensen die zeg maar streed waren en gewoon rechtvaardig waren, die het heel moeilijk hadden. Begrijp je? En ik heb het genezen echt heel moeilijk gehad, alhamdulillah. Maar het is gewoon zo dat in dit land, wil je het gewoon maken? Wil je het maken in dit land? Heel simpel, verkoop gewoon je fucking kont. Koop je ziel, schreeuw het uit, kijk mij met een kerstboom, oh wat is die mooi. Begrijp je? Ja, ik homo's, oh geweldig, dit is Hans. Ik ben geen eens homo, maar door Hans word ik gewoon homo. Ja, geweldig, kom Hans, lekker zoenen, blablabla. Gewoon dat soort dingen. Dan, als moslim zijnde, gaan alle deuren voor je open. Maar je kont gaat ook open, niet zo'n beetje ook. Kimmy Ajax, een trouwe volgster, zal wel net zijn als de vrouwengevangenis. Maar in Zaanstad heb je een vrouwenafdeling. En zoals ik al zei, ik wandelde heel graag door die gevangenis. En op een gegeven moment was ik verkeerd gegaan. Toen kwam ik bij een psychiatrische afdeling. Hè? Dat is dan in de buurt van die vrouwenafdeling. Logisch, allemaal gestoorde wijven. Maar ik liep daar langs. En er was zo'n Marokkaan. Die werkte, volgens mij die daar werkte, was Soufiane of zo. Die werkte daar achter de balie. Was echt leuk. En die vrouwen die kwamen achter me aanlopen. Vanuit hun werkafdeling. Dat was de eerste keer dat ik me gewoon echt gewoon kut voelde. Gewoon hoe 6, 7 vrouwen, maar echt van die gevangenisvrouwen. Lekkertje. Waarom is zo? Ik scheet hem in mijn broek. What the fuck is dit, joh? En toen kwam ik aan bij die mokro. En die mokro moest lachen. Hij had die deur echt open gedaan. Maar in principe had hij ook gewoon tegen mij kunnen zeggen van, je zit hier volgens mij verkeerd. Je moet even naar boven weer, weet je wel. Hij zei, broer, je zit hier verkeerd. Je moet teruglopen. Dit is een vrouwengedoe. En een van die beide andere vrouwen die zei nog, hey Soef, één ding weet ik van jou. Toen zei die Soefje, volgens mij heette die Soefje, hè? Ja, wat weet je dan? Je bent een besneden piemel. Lijp, chickens hebben, shit. Als laatste, nou, ik heb 2 april, heb ik begrepen van mijn advocaat, dan begint de inhoudelijke zitting. Op 4 april was de regiezitting. Ben ik bang om weer vast te zitten? Nee, absoluut niet. Maar ik geloof ook natuurlijk niet dat ik ga vastzitten. 2 maanden dat ik daar zat was onterecht. Dat ging om verkrachting. Dat heeft nooit plaatsgevonden. Dat is ook nu volledig van de dagvaarding afgehaald. Voor mij hadden ze het erop mogen laten. Ik bedoel, wat je niet hebt gedaan, ja, dat kan ook nooit bewezen worden. Dus wel smerig eigenlijk van ze. Want in die 2 maanden had iemand kunnen opstaan. Een van mijn vriendinnetjes of wat dan ook. Die dan had verzonnen, ja, hij heeft mij ook verkracht. Dan krijg je die Me Too shit. En dat zag ik wel eens op tv. En dan kreeg ik het wel een beetje benauwd, man. Ik dacht, als er maar niet eentje nu gaat opstaan en een verhaal gaat verzinnen. Daarnaast, ook in die 2 maanden hadden ze ook druk kunnen uitvoeren. Misschien hebben ze het ook gedaan.
En dat is vanuit het huis van de slachtoffer sowieso gebeurd. Om dat meisje aangifte tegen mij te laten doen. Dus ik zat daar gewoon 2 maanden echt in de avond vooral best wel gespannen. Nou, als laatste, ik vond het een super mooie ervaring, de gevangenis. Heel leerzaam. Het is een hele mooie wake-up call geweest. Daarvoor zat ik al te twijfelen, moet ik stoppen, doorgaan met filmpjes, kan ik dit nog aan? Maar sinds ik eruit ben gekomen, ben ik nu helemaal zelf, niet alleen zelfverzekerd, maar ik ben er nu 100% van zeker, vol gassenmoer. Vol gas, zonder genade. Alleen dit keer op mijn website, www.memi.nl, dan kunnen ze ook geen filmpjes eraf halen. Ik heb er gewoon zin in. Ik geef jullie nu de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mijn kat is lekker aan het slapen. Maar die doet jullie ook de groetjes. Wat heb je hier nou weer?